Er zijn boeken die tot de literaire kanon behoren. Dat zijn de boeken waarvan men vindt dat iedereen ze gelezen moet hebben. Of dat je ervan gehoord moet hebben. Er zijn schrijvers die tot die kanon behoren. Vondel bijvoorbeeld, Couperus. En in de modernere kanon Gerard Reve, Jan Wolkers, W.F. Hermans. Grote namen uit de literatuur. Dat zijn boeken waar je en schrijvers over wie je les krijgt op school. Of waarvan je toch van wie je misschien wel eens een keertje gehoord hebt. Of misschien heb je al zo'n boek gelezen. Er zijn ook boeken die in de vergetelheid raken. En dat is heel vaak onterecht. En er zijn er altijd weer mensen die dan zo'n bibliotheek induiken en met pareltjes tevoorschijn komen. En zeggen, wauw, maar dit boek is een beetje vergeten door iedereen. En hoe onterecht is dat? Want het is een fantastisch boek. Dat moet ook iedereen, dat moet eigenlijk ook tot de literaire kanon behoren. En dan komt er misschien een zogeheten kanoniseringsproces op gang, dat zo'n boek of zo'n schrijver alsnog tot de literaire kanon toegelaten wordt, maar misschien ook gewoon helemaal niet. Er komen bij die kanon komen schrijvers bij, moderne schrijvers komen er nu bij, mensen van nu, Arno Grunberg, Tommy Wieringa behoren op dit moment dat ik dit inspreek tot de hedendaagse kanon. Maar wie zegt dat die over 100 jaar daar nog steeds toe behoren of over 500 jaar? Dus er komen schrijvers bij en boeken bij en er vallen er ook weer af. En dat proces, dat is ook niet te voorspellen. Dus niemand weet hoe dat gaat met de huidige schrijvers of die over zoveel jaar nog steeds gelezen worden. Dus er zijn boeken waarvan die dus nooit vergeten zijn geraakt. Reinhard de Vos bijvoorbeeld, dus eigenlijk vanaf het moment dat Reinhard de Vos ontstond tot op dit moment is het eigenlijk altijd door iedereen gezegd, Reinhard de Vos is heel erg goed. Joost van der Vondel eigenlijk ook. Joost van der Vondel is nooit echt uit de kanon geweest. Er zijn natuurlijk wel periodes geweest dat hij wat minder gespeeld werd, dat hij misschien wat minder gelezen werd, maar eigenlijk, hij behoorde er altijd bij. En er zijn ook boeken die zeer terecht vergeten zijn. En die zijn toch ook wel interessant, juist omdat ze misschien zo slecht zijn, of dat ze raar zijn, of dat ze dus helemaal buiten de literatuur vallen, terwijl het toch literatuur is. Ik heb hier zo'n boekje, zeer terecht vergeten, uit 1862... En dat boekje heet Maria Bloemen, de nieuwe meimaand. En dus eigenlijk is het een prachtig boekje hoor. Inclusief een heel mooi poesiealbum plaatje. Maria Bloemen, prachtig mooi vormgeving. En ook zo'n heel mooi dunnig papiertje, zo'n vloeipapiertje dan erbij. En dan hier Maria Bloemen, 1862 Venlo. Aan onze hoogwaardige en veelgeliefde bisschop Johannes Augustinus Paradies worden deze Maria Bloemen. Oh, oké. Ah, hij gaat door op de volgende bladzijde. Wie heeft dat bedacht dat ik dat zo voor moest geven? Worden deze Maria Bloemen met diepe eerbied en kinderlijke liefde opgedragen door de bewerkers. Ja, en dan zitten we toch eigenlijk wel in de partij kitsch. Dat is wel fantastisch hoor. En het zijn dus 31 bloemen. En iedere bloem heeft dus zo zijn eigen betekenis. Iedere bloem staat voor Maria, de moeder van God. En in de maand mei wordt daar extra aandacht aan besteed aan Maria. En dus door middel van die bloemen ook. En eentje die, ja, een bloem die me zeer naar het hart ligt, is de narcis. Vanwege de mythe van Narcissos. Die dus verliefd wordt op zijn eigen beeltenis. Hij gaat op een gegeven moment drinken uit een vijvertje. Hij ziet zichzelf. En wauw, zegt hij, wat een fantastische mooie jongen is dat. En hij wordt helemaal verliefd op zichzelf. En hij blijft naar zichzelf kijken. En uiteindelijk wordt hij door de goden veranderd in een narcis. En dat is een bloem die meestal aan de kant van een vijver staat. En dus ook zo'n beetje naar beneden kijkt. Zodat die bloem lijkt zichzelf te bewonderen in de weerspiegeling van het water. Niets van dat al in het boekje Maria Bloemen. Wat een gemiste kans. Want waar gaat het over? Het gaat uiteraard over Maria. Heel katholiek. Het gaat over, hè, dus de, ah, die krijgen we. De narcis, wier vorm reeds op haar terugwijst, Maria dus, die het voorwerp zal zijn van onze liefde en verering. Nou, wacht even. Dat is dus verkeerd om. Die narcis is verliefd en vereert zichzelf. Maar hier wordt het omgedraaid tot een bloem die speciaal Maria vereert. En ieder hoofdstukje, want het is gewoon echt, wat dat betreft is het gewoon wel literatuur hoor. Dus ieder hoofdstukje wordt ook afgesloten met een gedichtje. Dan krijg je dus een hoofdstukje over wat er zo bijzonder aan deze bloem is. En dan krijg je het gedichtje waar het dan mee afsluit. Een soort gebed, maar toch ook weer niet een echt gebed. Het is toch een gedichtje. Snel verdwijnt, der zonder duisternissen, nacht wordt flux in middaglicht verkeerd.
als begint te bloeien de narcisse, als een hart Maria warm vereert. Ongehoord is het dat de zonde bleven in een ziel die Maria mint. Juich! Want hebt ge uw hart aan haar gegeven, dan erkent ook God u voor zijn eigen kind. Ja. Dat is toch zeer terecht, wordt dit boekje vergeten. En daarom wilde ik er hier toch even een klein beetje aandacht aan besteden.